Er staan in mijn huis eigenlijk heel veel objecten die mij heel dierbaar zijn. Eigenlijk, ik zou geen één ding uit mijn huis kwijt willen. Ik vind het een van de vetste objecten die ik heb. Gewoon een masker uit heel lang geleden, uit een heel ver land. Verder als België in ieder geval. En dan in combinatie met abstracte kunst. En dan deze, die is gewoon zo. Maar ik vind deze ook heel leuk. Mijn beeldschone, ik noem me Raquel. Omdat mijn vriendin die me opgemaakt die vandaag Raquel heet en ook zo beeldig donker is. Ja, en dat iedereen natuurlijk in mijn huis heeft het iedereen altijd over de bananenstoel. Nou, I love it, de bananenstoel. Je kan er niet op zitten. Het is ook echt dan ook een object. Maar kom even mee, want ik heb nog iets heel leuks. Dat kan ook leuk, man. Whatever. En dit. Dit is natuurlijk eigenlijk wat heel veel mensen... Ja, dit is natuurlijk het melkmeisje. We kennen haar allemaal. Maar dit is het melkmeisje 2.0. Met een godin. Van de dinosaurussen. En de zon. Want die schijnt eigenlijk altijd. Behalve als er een wolk voor zit. Ik heb ook iets in huis dat vervangen gaat worden. En dat is op zich best een leuk stoel. Maar deze stoel die gaat eraan. En hier komt een hele mooie gouden kuipstoel. Ze hoeven niet te bellen voor de stoel, want de stoel die is eigenlijk al weg. Raquel neemt hem over. Want die heeft een palmenstoel. En die staat hier heel mooi bij. En schaam.